Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 14 mei 2015. Het is bulletin van donderdag. Daily Minutes of Thursday, May 14, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today, for the second time, we have a show that is predominantly in Dutch. As chances are growing, ham operators in the Netherlands will gain access to the 60 meters band in the near future, we take some time to look at the history and the practicalities of the band. Very soon we will have more English info in the show again. Nu het ernaar uitziet dat Nederland vooruitlopend op een internationaal besluit mogelijk toegang krijgt tot de 5 MHz band en mogelijk ook al snel, is het misschien leuk om eens te kijken naar de korte historie van die band. De 5 MHz of 60 meter band is een bandje tussen 80 en 40 meter in dat vanwege de combinatie van zowel communicatie op korte afstand als lange afstand uitermate geschikt is voor communicatie bij calamiteiten. De meeste allocaties, er is nog niet sprake van een echte doorlopende band, in de meeste landen liggen tussen 52,50 en 54,50 kHz. Op 51,95 kHz zit trouwens een wetenschappelijk baken in Noord-Duitsland, DRA5, dat hier meestal goed te ontvangen is. Hetzelfde baken zit ook in de 80 en de 30 meter banden en heet dan Delta Kilo 0 Whiskey Charlie Yankee. De historie van de band begon in het Verenigd Koninkrijk in 2002... In eerste instantie was er sprake van 5 kanalen van 3 MHz breed. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt er USB gebruikt op 5 MHz. Eigenlijk is de afspraak op de amateurbanden USB voor boven de 10 MHz en lower sidepunt daaronder. De reden dat het hier anders is, is dat de primaire gebruikers mee moeten kunnen luisteren. Er gaan verschillende verhalen over het begin van deze band, zowel in Engeland als in de VS. Soms heel kleurrijke verhalen waar ik wel eens wat twijfels bij heb. Maar goed, er kan er maar één waar zijn. Ik ga ze niet allemaal vertellen hier. Ook in de VS golden er in de begintijd 5 kanalen. Die waren ook niet allemaal gelijk aan de Engelse kanalen, maar een verbinding over de plas is op deze band ook best lastig. In de VS is de band sinds 2003 door amateurs in gebruik. In de VS gold er in eerste instantie een maximaal vermogen van 50 watt in een dipol. Dat antennetype was ook verplicht. Inmiddels zijn de mogelijkheden in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten enkele keren uitgebreid en mogen meerdere modus gebruikt worden sindsdien, meer frequenties, geen kanalen meer in letterlijke zin, maar kleine frequentiegebiedjes, eilandjes, die toch nog wel gescheiden van elkaar liggen. En ook andere landen kwamen erbij, onder andere de meeste Scandinavische landen. Amateurapparatuur is niet altijd geschikt. Als je een van de moderne apparaten hebt die het hele bereik tot 30 MHz kunnen ontvangen, dan zijn ze vaak geblokkeerd en zonder deze blokkering werken ze dan ook op 5 MHz als ze doorlopend werken. Op die manier kun je dus vrij makkelijk op de band beginnen, vooral als een apparaat dus al general coverage werkt. Voordat de band een amateurband werd, was er al sprake van een Alaskan Emergency Frequency in deze band. Daar mocht je met en zonder amateurmachtiging zenden binnen een bepaalde afstand van die staat. In veel Amerikaanse instellingen van de firmware van apparaten als bijvoorbeeld de FT897 en generatiegenoten kun je op deze frequentie ook met de frequenties buiten de banden geblokkeerd al zenden. Oudere amateurapparaten zijn meestal slechts met grote moeite geschikt te maken. Ik heb zelf de afgelopen 10 jaar vrij veel in deze band geluisterd trouwens. Dat is erg leuk, zowel met eigen ontvangers, bijvoorbeeld naar de bulletin uitzendingen van de Engelse amateurvereniging op zondag, als via allerlei webontvangers, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Omdat het toch een wat kleiner publiek is en het is nieuw, tenminste relatief nieuw, zijn de gesprekken er ouderwets in de zin dat er kameraadschappelijke sfeer is en ook dat er geregeld over propagatie, antennes en verdere techniek wordt gesproken. Een aanrader, ik hoop dat die snel erbij komt. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xapenstaartje.xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je mijn nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.